Ik ben Marcel, ik woon al mijn hele leven in de gemeente Riemst. Ik ben er ook hoofd van de technische dienst en vandaag neem ik jullie mee op pad. In de gemeente Riemst besteden we aandacht aan energiezuinige maatregelen. Zo rijden we bijvoorbeeld sinds kort met 2 voertuigen op aardgas. Als technische dienst van de gemeente zijn we in het straatbeeld natuurlijk heel veel zichtbaar. Dus iedere inwoner heeft wel eens een voertuig van de gemeente zien rondrijden. En dan zijn we er natuurlijk fier op dat we nu 2 nieuwe voertuigen hebben die ook nog eens energiezuinig en milieuvriendelijk zijn. We hebben ervoor gezorgd dat we op een aantal gemeentelijke gebouwen zonnepanelen hebben voorzien. Bijvoorbeeld de bibliotheek, enkele scholen en ook een sporthal. Maar ook op het gemeentehuis zullen we binnenkort een zonnepanelen-installatie gaan voorzien. We proberen ook onze gemeentelijke gebouwen up-to-date te houden met de nieuwste technieken. Zo hebben we in school de Driesprong te Mille onlangs 2 nieuwe condenserende gasketels geïnstalleerd. Behalve de voertuigen op CNG aardgas, de zonnepanelen en de nieuwe gasketens neemt de gemeente nog andere energiezuinige maatregelen. Personen die met de fiets naar het werk gaan worden ondersteund. Er zijn op verschillende plaatsen elektrische laadpalen voorzien en er worden infoavonden georganiseerd rond Stebo en Dubo. Wij proberen een aantal keer per jaar, dit jaar 2 keer, informatievergaderingen te organiseren voor de mensen hoe zij hun woning op de een of andere manier energiezuiniger kunnen gaan maken en daarbovenop ook welke toelagen op subsidies zij daarvoor kunnen krijgen. Ik vind het wel belangrijk dat de gemeente bezig is met de energiebesparende maatregelen. Persoonlijk hecht ik daar ook veel belang aan dat we nadenken over hoe we energie kunnen besparen en ook schonere energie kunnen produceren om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.